Inwoners van Delen en Ede ontvangen 3 keer per jaar een waardecheck in de brievenbus. De cheque heeft een waarde van €7,50. Hiermee kun je sparen voor een initiatief om jouw buurt mooier, leuker of beter te maken. Heb je ook een leuk idee? Meld het dan aan via www.ededoet.nl. Met de cheques wil ik graag een BMX-baan in Edeveen laten maken. Ik zag de cheque in de brievenbus zitten en toen ging ik hem lezen en toen zag ik die initiatieven en toen heb ik zelf bedacht om een BMX-baan te doen. Ik ben in contact gekomen met Ededoet door middel van de wijkwaardebon, wijkwaardecheque, die door de post bezorgd is bij iedereen aan huis. Ik meld het idee aan op de website Ededoet. Daar moet ik verschillende gegevens invullen, het doel van het initiatief, de kosten van het initiatief, een foto moet erbij gevoegd worden. Als ik het initiatief aangemeld heb, dan krijg ik binnen 5 dagen bericht van de mensen van Ededoet of het al dan niet goedgekeurd is en dat ik het dan kan gaan uitvoeren. Ik heb contact gehad met de contactpersoon van platform Ededoet en die heeft mij doorverwezen naar de wijkbeheerder van de gemeente Ede. Als wijkbeheerder ben ik eigenlijk aangehaakt bij dit initiatief om te kijken of de plannen haalbaar zijn en of ze binnen de gemeente gedragen worden. Wat ik merk is dat de waardechecks in Ede-Veen goed bekend zijn. Iedereen weet waar ze voor dienen. De waardechecks geven eigenlijk ons een heel goed beeld van hoe breed het gedragen wordt, het initiatief. Doordat je eigenlijk precies ziet wie die waardechecks activeert, maar ook hoeveel waardechecks er zijn ingeleverd voor een bepaald initiatief, geeft ons aan dat er ook veel mensen bij betrokken zijn. We verzamelen checks door zelf langs de deuren te gaan als de checks binnengekomen zijn bij de mensen via de post. Een andere manier om de checks op te halen is om ze bij de supermarkt in de actieton te doen. Op de website Ededoet heb je een regeltje activeer uw check en daar kunt u de check dan activeren. Dan komt die in je account te staan. En vanuit je account kun je hem dan doneren aan een initiatief. Een account bij Ededoet is eigenlijk een soort rekening waarbij op het moment dat jij de activatiecode opgeeft op jouw Ededoet-site, komt die in jouw rekening te staan. En dan op een gegeven moment, als je meerdere checks hebt, heb je er een saldo staan. En dat saldo kun je dan doneren aan een leuk initiatief. Van de checks hebben we op dit moment gerealiseerd de haken met beugels om de lantaarnpalen voor de plastic zakken. Afvalzakken, die waaiden eerder altijd weg en nu blijven ze mooi vasthangen. We hebben paaltjes met borden tegen de hondenpoep met tekst mijn baantje schept op. We hebben een uitrijspiegel bij een parkeergarage van een seniorencomplex geplaatst. De mensen hadden altijd problemen met uitrijden, dat ze niet zagen wat eraan kwam. We hebben boomspiegels geplaatst, dat zijn planten rond de bomen. De gemeente doet vanaf 2016 het onkruid niet meer weghalen. Vandaar dat we dat nu zelf bij gaan houden. Door het ophalen van de bonnen is de saamhorigheid tussen de bewoners toch wat meer geworden. Zelf heb ik ervaren dat nou bijna iedereen uit de wijk mij nu kent. Ik heb zelf vrij veel contact nu met de bewoners. Ik heb al meer dan 4000 checks opgehaald en die ga ik allemaal gebruiken voor de BMX-baan. Ja, Ededoet is voor ons een droom die werkelijk, of tenminste voor Wouter echt een droom die werkelijkheid wordt. Hij heeft natuurlijk het initiatief bedacht en er komt zoiets uit. Dat is natuurlijk gewoon geweldig. Heb je ook een leuk idee voor jouw buurt? Maak een account aan op www.ededoet.nl en meld je initiatief aan.